Welkom bij Doe Het Zelf Ideeën. Wat gaan we vandaag doen? Vandaag laat ik jullie zien hoe je met schuimklei een heel cool naambordje kan maken. Dit is al een voorbeeld. Wat heb je ervoor nodig? Je hebt een stuk papier nodig, of een stuk karton, daar gaat het ook op. Ik heb een A5 formaatblaadje gebruikt en dan heb je schuimklei nodig. Ik heb hier klei in paars, in geel en in neonroze. Een potlood kan ook handig zijn om op voorhand al je naam op het blad te schrijven. Zo. En over die lijnen ga ik nu nog een keertje met de schuimklei. Schuimklei is bijzonder omdat het blijft plakken op papier en omdat het vanzelf droogt. Dus je moet het niet in de oven doen. Je kan het gewoon laten drogen en dan wordt het hard. Je kan het dan nog indrukken, maar het gaat niet meer van vorm veranderen. Ik ga telkens van kleur verwisselen en omdat ik mijn naam al heb opgeschreven, blijf ik dan een mooie vorm behouden. Ik plak dus telkens stukjes op mijn voorbeeld. En als je dan alle lijnen hebt overplakt, dan krijg je dit als resultaat. Je moet de klei enkel nog verder laten drogen. Ik hoop dat jullie het een leuk idee vinden. Geef me een thumbs up als dat het geval is. En als jullie nog tips hebben of vragen, laat die zeker achter bij de reacties. Laat ook weten of je nog zin hebt in verdere video's over schuimklei. Schuimklei wordt ook wel foamklei genoemd. Vergeet je niet te abonneren op het kanaal. Bekijk ook even onze andere video's, zeker als je nog meer te weten wil komen over schuimklei. En hoop ik je terug te zien bij een volgende video van Doe Het Zelf Ideeën.